De regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen. Volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. En dan nu. Niets meer of minder dan Radio Bergijk. Vanuit de enige horeca-toplocatie in Bergijk. Grand Café Beeks. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Tijdje, moet ik jou toch iets vragen? Die muziek die nou aan de kop van de uitzending zit. Ik vind het best lekkere muziek, maar ik wil toch even weten. Is het negermuziek of is het echte mensenmuziek? Negermuziek toch? Ja, ik dacht het al. Ja, dat heeft altijd zo'n bepaald ritme waar je toch een beetje van gaat bewegen. Dat is typisch negermuziek. Ja, oké. Dames en heren, hartelijk welkom bij Radio Bergijk. Dus ook voor de luisteraars handig om te weten. De muziek, schrijft u daar niet meer over. Van wat is dat voor muziek? Het is dus negermuziek. We gaan beginnen met de uitzending. En we hebben van alles. We hebben mensen te gast. We hebben een reportage. Nou ja, kan niet op dus eigenlijk. Maar eerst gaan we natuurlijk... Oh, jezus, die negers gaan nu wel erg een keer. Goed, dankjewel. Ook de negers, bedankt. Maar we beginnen natuurlijk eerst met een zogenaamd gemeentebericht. Goeiedag dames en heren. Ja, dit is Peer van Eersel met het gemeentebericht. Een heugelijk gemeentebericht. Het is een heugelijk gemeentebericht, want de ADAC, u kent het allemaal, dat is die sympathieke Duitse organisatie. De Allgemeine Deutsche Autofahrer Club, waarvan liefst 14,8 miljoen Duitse automobilisten van boven de 65 jaar lid zijn. Die kent jaarlijks de Superplatz erkenning toe aan de kampen, de vakantiekampen. Ook hier in het Brabantse, waar ze dan het graagst naartoe gaan. Peer, doe even rustig, doe rustig. En nu ook is het weer de eer te beurt gevallen aan Kamp de Paal, hier in Bergijk. Ja. En die heeft een Superplatz erkenning gekregen. En daarvoor iedereen natuurlijk heel erg gefeliciteerd. Ja. En dan vragen heel veel mensen ons, Toon, van wat zijn nou eigenlijk de criteria? Waar moet je nou aan voldoen als kamp, als vakantiekamp, om een Superplatz, een kansstolle Superplatz erkenning te verkrijgen? Ja, ik heb dat ook bij meneer Van Hoedstedt nagevraagd. En die was er helemaal niet thuis. Hij zei, het moeten overzichtelijke kampen zijn. Waarin je in, laten we zeggen, goed geordende barakken fijn kunt slapen op je Brits. Hygiënische voorzieningen zijn heel belangrijk. Dus een goede badplaats, zal ik maar zeggen. En douches en alles. En liefst moet het kamp bereikbaar zijn met de trein. En nou ja, dat is dan in het geval van de Paal niet het geval. Maar we kennen natuurlijk allemaal de bussen die daar naartoe rijden en precies midden in het kamp afleveren. Precies, nou, en natuurlijk een heel erg ruime en overzichtelijke appelplaats waar de Duitse vakantiegangers om 6:00 's morgens worden verwacht op het appel. En als iedereen er dan op tijd is, dan hoeft het nooit langer te duren dan zo'n anderhalf uur rechtop staan in weer en wind. Goed. En vaste herkenbare vakantiekleding. Goed, Kamp de Paal, heel erg hartelijk gefeliciteerd. En natuurlijk ook de nieuwe directie, dat zijn de net ontslagen gevangenisdirecteuren van de Bijlmerbaaiers en de Schutterswij in Leeuwarden. Die worden de directeur van de Kamp de Paal. Want die hebben ervaring in het bezighouden van heel veel mensen op dezelfde plaats. Ja, en er is gefeliciteerd. Nu, nou ja, maar dat dan niet alleen. Ze krijgen nu een mooie opening, hek bij de ingang, waarin koper wordt uitgesneden, de vakantiespreuk, oerloop mag vrij. Ja, dus nogmaals gefeliciteerd. Kamp de Paal en Kamp Napoleonhoef in Breskens en Kamp Ter Spegelt in Eersel. Kamp de Wildhoef in Ernst. Kamp de Hertshoorn in Garderen. Kamp de Droomgaard Kaatsheuvel. Kinderkamp de Zandstuven in Hardenberg. Kamp de Hoogveluwe in Schaarsbergen. En Kamp de Kleine Wolf in Steegje-Ommen. Ja, tot zover het gemeentebericht. Radio Bergijk. Nou, u bent het van ons gewend. We hebben natuurlijk hier altijd in Café Beeks gasten. Maar we zorgen ook altijd voor een reportage. En die is deze week gemaakt door Peer van Eersel. Hij is op stap geweest. En er staat eigenlijk ons nu niks in de weg om naar die reportage te gaan luisteren. Goeiedag, dames en heren. Dit is Peer van Eersel. Ik sta hier buiten op de Professor Bastiaanstraat voor nummer 12. En ik sta hier niet alleen. We zijn hier met een... we zijn bezig met een soort onderzoeksreportage. Of een soort...
adopterende onderzoeks... Nou ja, ik zal maar even zeggen... Tedje, knipt dit er maar af, hè, straks. Oké, goed. Nou, we staan hier met mevrouw Greet van Sandbeek. Greet staan van we staan voor professor Bastiaansestraat nummer 12... Waar we straks naar binnen gaan, want daar is toch wel iets droevigs aan de hand. En wie daar iets mee te maken heeft, is de al eerder genoemde... Mevrouw Greet van Sandbeek, die hiernaast bestaat en die is werkzaam. En u kent haar door die enorme grote advertenties uit de Eikelberg... Mevrouw van Zandbeek is werkzaam als saptherapeute. Ja, dat is helemaal waar. Ja, ik ben saptherapeute. Ja. Vertel eens eerst even. Voor de niet-wetende luisteraar, wat doet een saptherapeute precies? Een saptherapeut is eigenlijk iemand die een patiënt met een bepaalde kwaal... dat kan fysiek, maar kan ook geestelijk zijn... begeleid door middel van het toedienen van sappen. En die sappen die worden zorgvuldig uitgekozen. En ik ben het medium, zal maar zeggen. De therapeut is het medium die de juiste sap voor de juiste persoon in kwestie doorkrijgt. Hè, van een hogere... Want wie is dan de kiezende instantie? Ja, dat weten we dus allemaal niet. Maar dat is dus, wij noemen dat de sapgod. Dat is dus eigenlijk iemand waar we allemaal de vinger niet op kunnen leggen. Maar van de sapgod krijgen wij door welke sap de patiënt behoeft. En moeten we dan denken aan reguliere sappen? Dus bij bijvoorbeeld de keelkanker krijg je sinaasappelsap of je krijgt appelsap? Dat kan van alles zijn. We hebben dus inderdaad sinaasappelsappen. Maar we hebben ook groentesappen. Maar we hebben ook staalsappen. Dus die worden gewonnen uit staalsoorten. Hè, van bijvoorbeeld de botenindustrie. Of daar wordt allemaal bepaalde sappen uitgewonnen die dus ook weer heel helend kunnen zijn. We hebben ook houtsappen, maar betonsappen. Dus dat is echt wat je doorkrijgt. Die betonsappen die spelen in deze kwestie waar we nu een onderzoek aan doen via zo'n onderzoeks... Nou ja, zo'n reportage. Zo'n reportersachtig investigatie. Nou ja, dat je deze er ook even uitknippen graag. En... Die betonsappen spelen een rol in de kwestie waar we hierin zijn. Nou, we gaan nu naar binnen en naar binnen ligt een mevrouw van der Meer. Ja. U weet er alles van, want mevrouw van der Meer kwam een jaar geleden bij u. Ja, ze had een vreselijke kwaal aan de ingewanden, zou maar zeggen. Een uitgebreide kwaal. En ik heb met haar daar uitvoerig over gesproken. En het was meteen duidelijk. Ik kreeg dus van de sapgod betonsap door. En dat hebben we dus toegediend. Maar mevrouw is er niet heel erg gelukkig mee. Nou, dan drukt u het geloof ik nog zacht uit. We gaan nu naar binnen. De deur hebben we al op een kier laten zetten. We gaan hier. Ja, u kunt daar uw jas hangen. Ik hang hier mijn jas. Wacht even, tijdje. Dit gedoe moet er even uitknippen. En nou, even de voeten vegen. Wacht. Ai. En dan gaan we hier. Trap op. Dan moet ze hier ergens liggen. Loopt u maar even voor mij de trap op. Oh ja. Komt u ook? Zo, dat is een lekker ding. Ja. Uitknappen. Oh. Nou, we zijn er. Hier dat moet het zijn. Dat ik zeg uitknappen. Maar ik zeg uitknappen, tijdje moet je uitknippen horen. Oké, goed. En dan kan je er hier weer in. Zo. Is hier ook anders? We moeten wel even zachtjes gaan praten is, nu. Ja, zeker, want het is een hele ernstige kwestie. En het is hier ook goed. Het is hier wel koud. We gaan hier naar binnen. En kijk, daar ligt ze in een bed. Ja. Aschgrauw. Lijkt bleek. Mevrouw van der Meer. Ja. Ik zal even zeggen, mevrouw van der Meer. Ja. Mevrouw van der Meer, dit is de heer van Eersel. Van Radio Bergijk. En Greet van Sandbeek. En Greet van Sandbeek. U weet wel, uw saptherapeute. Dag mevrouw van der Meer. Hier zijn we dan. Hoe gaat het? Dat zou jij niet weten. Wat zegt u? Dit is voor de radio. U moet wel een beetje duidelijk praten, want anders kan de luisteraar u later niet zo goed begrijpen in uw grief tegen mevrouw de saptherapeut. Ja. Hoe lang heeft u nog? Ik weet het niet. Uw huisarts zegt dat het heel slecht met u gaat. Ja, is ook zo. U heeft betonsap gekregen van mevrouw Sandbeek, hè? Ja. En nu heeft u niet lang meer te gaan. Nee. Heeft u spijt van dat u naar mevrouw Sandbeek bent gegaan? Ja.
Mevrouw van Zandbeek, hoe verklaart u het feit dat mevrouw niet beter is geworden van uw betonzak, maar dat ze nu terminaal is? Ja, dat is een hele kwalijke zaak. Maar als ik zo naar mevrouw van der Meer kijk, dan zie ik... En u hoort het ook, dat het dus de eigen wil die niet meewerkt, hè? Hier, dat is een typisch voorbeeld. Dat is dus verschrikkelijk, hè? Maar dat is de eigen wil die niet meewerkt met de sap. Oh, want je moet wel genezen willen worden door de betonsap. Je moet genezen willen worden, ja. Als de sapgod zegt betonsap, is het betonsap. Als betonsap niet van binnenuit geaccepteerd wordt, krijg je dit. Het gaat niet goed met mevrouw van der Meer, maar dat is vreselijk om te zien. Er hangt een vast grauwe, betonnen grauw, zou je bijna zeggen. Ja, mevrouw is aangesloten. Wacht even, het katheter loopt over. Het is allemaal een soort grijs... Grijs betonwater wat onder de bed drupt. En ja, er zit ik moet even iets aansluiten. Hier. Ik zal het even... Hier denk ik dat het in moet. Dus we kunnen ook niks meer... Is het niet eigenlijk een grof schandaal dat u als... saptherapeut de mevrouw niet naar de reguliere arts hebt gestuurd, maar dat u er volgegoten heeft met betonsap? Ja, het is echt, je ziet het ook zelf. Het is echt een betonsapgeval. Dat zie je, dat voel ik meteen. Maar het betonsap wordt van binnenuit niet geaccepteerd. Dat is heel tragisch, maar mevrouw van der Meer moet wel een beetje willen meewerken. Dus u zegt, als mevrouw alsnog gaat willen, dan kan ze nog genezen door de betonsap? Dan kan zij door het betonsap als het ware weer helemaal genezen. Dat is de kwestie. Ik kan natuurlijk ook... ik zit nou te kijken, hè. Zit ook te denken dat ik misschien toch ook wat... vervelend. Ik krijg ook iets anders door nu. Ja, ik zit nou opeens... Ik schiet toch opeens... Wat zegt ze nou? Dood? Ja, dan krijg ik toch inderdaad nu ook iets met ebbenhout door opeens. Dat wordt nou verwarrend. Kijk, daar heb je het al. Heb je het gerommel, dan gaat het door elkaar lopen, hè? Dan wordt hij boos. Ik begrijp het. Wacht even, mevrouw van der Meer. Mevrouw van der Meer, mevrouw van Zandbeek zegt dat er nog redding mogelijk is als u gaat willen. Als u nu gaat willen... Ik wil niet. Ach, ze wil niet, ja. Nou goed. Mevrouw van der Meer, we laten u alleen. Nee. Zo direct komt de thuiszorg u weer een nieuw katheter geven voor de... Ik wil niet alleen zijn. Wij moeten er vandoor, want onze onderzoeks... hoe heet dat? Zo'n reportage? Radio... hoe heet het nou? Dat je dit even uitknippen. Kom, wij laten u alleen, mevrouw van der Meer. Dank u wel voor het meewerken aan Radio Bergijk. Succes en willen. Het ding in het leven is willen, hè. Willen. Ik heb die aansluiting misschien. Maar mijn reportage is nu afgelopen. Mevrouw van Zandbeek, gaan we nog ergens wat drinken? Ik kan wel wat gebruiken, een sapje of zo. Ja, zullen we even naar... ik zit meestal in... zullen we met mij thuis iets drinken? Ja, het is zeg eens maar niet te hoog is. De benen, hè. Je hoeft niet zo hoog met uw benen. Goed, Tijtje, knip dat er even af en dan kunnen we hem uitzenden. Vanuit tophoreca-locatie Grand Café Beeks te Bergijk, nu. Live Radio Bergijk. Live. Ja, Tijtje, je hoeft niet steeds die tune van... Als het begin van de uitzending heeft gezeten, is het genoeg, hè? Hoef je niet halverwege de uitzending nog een keer te zeggen waar we vandaan komen en dat live is, want... Dan weten de luisteraars dan inmiddels al. En Tijtje, als ik die ruwe mandjes aan je geef, dan moet je me even doorluisteren. En dus overal waar ik zeg, kan je eruit knippen, moet je dat even doen, hè, Tijtje? Dankjewel. Goed. Dames en heren, we hebben een gast aan tafel. Het is als volgt, u weet het natuurlijk. Het was eertijds erg populair bij sommige mensen hier in Bergijk. Maar voor andere mensen was het werkelijk een hel waar ze doorheen gingen. Dat was namelijk de zogenaamde treiterlijnen. En daar waren er nogal wat van. En de brancheleidster daarvan, die zit bij mij aan tafel. Christine Leppens, welkom. Hallo. Ja,
Nou, heeft de gemeente alles u op de vingers getikt van die treiterlijnen gaan veel te ver. Dat waren lijnen, dan werden mensen opgebeld en dan werden er dingen gezegd als, nou, bijvoorbeeld, uw veter zit los. Ja. Nou, daar werden mensen gek van. Of het was, uw bril staat scheef. Ja. En daar werden mensen gek van. Of het was, er zit nog een stukje eten in je mondhoek. Ja. Daar werden mensen gek van. Ja. Nou, daar bent u voor berispt, om het zo maar te zeggen. U bent toen bij zichzelf te raden gegaan en heeft gezegd... ja, inderdaad, misschien gaat dat allemaal wat te ver. En is dat inderdaad iets waar de mensen aan kapot gaan. En toen heeft u die lijnen als het ware opgegeven. Maar gelukkig heeft u er wel weer andere lijnen voor in de plaats. Ja, precies. Nou, het was eigenlijk heel pijnlijk, want het liep natuurlijk heel goed bij ons. Ja. Maar gelukkig hebben wij nieuwe lijnen kunnen openen en die lopen ook redelijk goed, moet ik zeggen. Nou, we hebben bijvoorbeeld wat net nieuw is, dat is de valse uitslagenlijn van de medische test. Oh ja. Ja, dan weten wij bijvoorbeeld dat je naar de dokter bent geweest en dan bellen wij op als zijnde jouw huisarts. Ja. Dus dan zeg ik, hi, met dokter Vleugel. Ja. We hebben de uitslag. Ja. Van de vlokkentest. Ja. Dat is helemaal misgegaan. Oh. Ja, want de dokter had misgeprikt en de foetus is kapot. Ja, dat precies. Zo wordt er dan gereageerd. Ja, dat is natuurlijk inderdaad al loopt meteen... Loopt ook heel goed deze. Meteen veel geiniger eigenlijk. Ja, precies. Dan dat oude sarren met veters en brillen en etensrestjes. Ja, precies. Dus, nou, die loopt heel goed. Of bijvoorbeeld die zwarte stipjes waar u voor kwam. Ja. Dat zijn geen platjes. Nee. Maar dat is oedeem. Ja, goede humor. Ja, zeg. Ja. Of u belt iemand op en zegt, nou, u kwam voor een griepje, maar u heeft kanker. Oh, die hebben wij nog niet in ons arsenaal, maar dat kunnen we zeker toevoegen. Ja, die klinkt ook wel heel goed. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de valse politieberichtenlijn. Ja, die is heel populair. Sinds 2 dagen hebben we die erin gezet. En nou, die loopt ongelooflijk goed. Oh. Dan hebben wij bijvoorbeeld op nummer 1 staan vandaag dat we bellen. En dan zeggen we, ja, jouw man is uit de wrak gezaagd. Ja. Kom jij even naar het mortuarium, want we moeten even kijken of er inderdaad jouw vent is. Want hij is dood. Ja, natuurlijk, want daar ligt het mortuarium. Maar dan gaan de mensen naar het mortuarium en dan... Staat daar een heel groot plakkaat op de deur. Ha, 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 gefopt. Nou, de populairste, dat kan ik voor de luisteraars wel verklappen, is de lijn... Je hebt nog 1 minuut. Ja. Het is live, hè? Ja, je hebt nog 1 minuut. Ja, maar dan kan ik even nog snel zeggen wat de populairste lijn is, dames en heren. En ik moet u beslist een keer gebruiken dat er wordt gebeld door de politie, zogenaamd. En dat ze dan zeggen, uw dochtertje is gevonden in een greppel. 6 verkracht door 6 Marokkanen. En dood. Ja, precies. Of we hebben de moeder... jouw moeder zit al een week dood op de play in bejaardenhuis. Nou, zo ziet u, de treiterlijnen kunnen gewoon komisch zijn. En dat is natuurlijk hartstikke leuk en een hele grote verbetering. Mevrouw Christine Leppens, hartelijk bedankt en ontzettend veel succes met die treiterlijnen. Ja, voor de mensen die willen bellen is 0900-808-805-808-805-808. Ja, nou, dat heeft u natuurlijk ook melding gedaan. Heeft u even pen en papier bij gehad, dat is heel duidelijk. Misschien kunt u nog even 1 keer herhalen. Is 0900-808-805-808-808-808. Heel goed. Nou, geweldig. Dat is toch weer een nieuwe aanwinst in het telefoongebeuren. Tijd is op. We gaan. Uitgaan. Tips. Over uitgaan. Uitgaan. Tips voor uitgaan in Bergrijk. Aankomend weekend 3 dagen lang Europees kampioenschap Europese cultuurvogels. Van Oehoe tot Plevier en van Leeuwerik tot Valk. Deze 5e editie van het Europese kampioenschap Europese cultuurvogels. Van vrijdag tot en met zaterdag en van zondag tot en met maandag. Overdag van 10 tot 's avonds 10 uur. En zondag alleen van 10 tot 8 uur. En zondagmiddag ook nog van 4 tot 6. 'S Avonds als het donker is worden er mooie dia's vertoond van witte vogels. Dames en heren, we hebben de taken verdeeld hier in de studio. Dat heeft u natuurlijk ongetwijfeld al gemerkt. En die taken wisselen we dan wel weer. Dus we hebben ze niet echt verdeeld. Dat is natuurlijk een kleine verspreking, Toon. Want we zitten natuurlijk al sinds een hele lange tijd niet meer in de studio. We zitten in Kankervee Beeks. Ja, maar dat voelt ook een beetje als een studio. Ja, maar het is Kankervee Beeks. Nee, het is live. Ik voel me hier net zo thuis als in de studio. Dus dan, voor mij is het, als ik vrij heb en ik zit me hier vol te tanken, dan is het Beeks. En als ik werk en ik zit me vol te tanken, dan is het studio.
Goed. Studio Grand Café Beeks. Goed, dat is dan helder. Maak een kopstoot, alsjeblieft. Goed, waar gaat het over? Ja, dankjewel. Volgende. Test! Hallo! Ja, wacht even. Test! Ja, het komt allemaal goed. Wacht even. Dames en heren, u kent hem natuurlijk allemaal. Hij is een tijd geleden hier komen wonen. En kon niet aarden. Dat is namelijk Jaap Groot. Present! Hij had een huis hier gekocht. Nou, u weet het allemaal. De huizenprijzen zijn dermate gekelderd tot bijna gratis. Dus hij raakt het aan de straatstenen niet kwijt. En is dus noodgedwongen hier blijven wonen. En er is ook nauwelijks kans meer dat hij hier ooit wegkomt. En dat betekent natuurlijk dat hij zich op een of andere manier, ondanks dat hij niet kon aarden, heeft moeten aanpassen, integreren, hoe je het maar noemen wil. Goed. Tijdje draai mij maar dicht, want diepte interview gaat beginnen. Goed. Vanuit Studio Beeks. Jaap Groot, ja, dat zijn lange epistels die je ons geschreven hebt. Je hebt heel veel op je leven wat betreft jouw integratieproces hier in het Bergrijkse. Jazeker. Want je woont hier nou 7 jaar. Ja. En ik kan niet aarden. Je kan nog steeds niet aarden? Nee, nog steeds niet. Ik heb nog steeds moeite mee. En dat heeft ermee te maken dat je de taal nog niet goed spreekt? Ja, onder andere. Moeilijke taal. En als je de taal niet beheerst, kan je niet aarden. En dat je je weg door de sociale instanties nog niet echt makkelijk kunt vinden? Blijft moeilijk. En dat je je in het verenigingsleven van Bergrijk niet echt welkom voelt? Nee, want je komt van buiten, hè. Maar van buiten komt mogen ze je niet. Ja, en je schreef ook dat je het gewoon op straat, het sociale contact wat Bergrijkenaren met elkaar gewoon zijn te onderhouden, dat je daar niet echt tussen komt. Juist, word bij de nek aangekeken. Waarschijnlijk komt het dat je de taal niet spreekt. En dat kan je niet harden. Dus je draait in een cirkel. Ja, en je schreef ook die lange epistels dat je nou eindelijk wel eens op de radio je hart wou luchten. Ja. Bij deze! Eentje schreef in je epistels met lange zinnen, vol bijzinnen. Ja! Terugverwijzingen binnen de zinnen. Voetnoten. Appendix. Over jouw moeilijke integratieproces hier. Zeker! Dus ik ben blij dat ik mijn hele verhaal hier nou eens kwijt heb gekund. Dus dit was wat je kwijt wou? Ja! En alles is gezegd wat je wou zeggen? Alles! Dan heb je. Ben je trouwens al aan het werk hier? Nee! En dat heeft alles te maken met het moeizame integratie. Integratie! Moeilijk! Je spreekt de taal niet, hè? Dus je zit ook nog steeds in de bijstand? Ja! Komt de deur niet uit? En dit was je hele verhaal? Dit was mijn verhaal, ja. En daarom heb jij een diepte-interview aangevraagd? Dat was het! En daarmee kom je onze zendtijd vervuilen. Want je zet ons hier wel een beetje voor schutter, Jaap Groot. Wat dan? Nou, jij hebt in lange epistels naar ons geschreven en jij gespeeld hebt om nou eindelijk je verhaal kwijt te kunnen op Radio Bergrijk. Maar, ja. Maar ik heb nog nooit zo'n magere bijdrage gehoord van een gast aan tafel. Ja. In studio, in Krankenvee, studio Krankenvee Beeks. Ja, maar dat komt omdat ik hier niet kan aarden. Ja, maar je wou in je schreef lange epistels om hier voor de radio nou eens je moeilijkheden in het integratieproces te komen toelichten. Dat doe ik toch? Ja, maar je zit alleen maar ja, nee, ik kan niet aarden, Ik leg dat is toch een diepte interview? Ik weet wat er aan de hand is. Je neemt mij als radio-interview niet serieus. Ja, maar ik kan toch niet aarden? Wacht maar. Jongen, ik word met de nek aangekeken. Ja, we hebben wel wat beters te doen. Ga maar wat. Au! Show de video. Niet daar! Hier, weg jij! Niet aankomen! Weg jij, Jaap Groot! Weg! Wacht! Hier! Niet je huid! Je blijft met je tijdens om af! Anders kan ik helemaal niet aarden. Nou. Goed, de heer Groot is zojuist door diepte-interviewer meneer Van Eersel naar de uitgang begeleid. Meneer Van Eersel schuift eraan. Peer, was jouw eerste echte Studio Grand Café Beeks diepte-interview. Hoe vond je nou zelf dat ging? Dit was toch verschrikkelijk? Jij zei op een gegeven moment, ja, laat me maar uitnodigen, want die man die heeft wel de een en ander te vertellen. Ja, maar luister naar Speer. Het was nog met geen 10 paarden uit te trekken, man. Die man is niet van hier. Je verstaat hem niet. Het is ander soort taalgebruik. Hij is veel dommer dan wij hier zijn. Het is toch verschrikkelijk. Het is toch een gast. Je hebt me toch redactioneel verschut. Nee. Jij hebt geen enkele sjoegen van diepte-interviewtechniek. Er is geen manier waarop jij die man op zijn gemak doet voelen. Er is geen manier waarop je. En ga je nou weer zeggen dat ik de eer aan mezelf moet houden? Ja, hou jij nou eens een keer de eer aan jezelf. Omdat ik geen interviews kan houden, live.
Omdat het gênant is? Het is toch verschrikkelijk? Ja. Dan hoef ik me door jou niet te laten zeggen. Je klinkt als een klinieclown. Ten eerste weet ik niet wat het is. En ten tweede ben ik het niet. En heb ik mezelf doe ik liefdewerk uit papier door hier als intermediair tussen de deskundige en de luisteraar te fungeren. Ga toch koffiereclame maken, man. Gevraagd. En niet om die te interviewen, dan huur je me iemand anders in. Ja. Ik hou de eer aan mezelf. Ja, ja. Ik ga een persbericht schrijven. Ga jij dan maar een maatschappelijke discussie ontketenen over het een of ander? Peeks, heb je een pen? Ik ga een persbericht schrijven. Tja, wat een verpretparkisering wordt dit hier, zeg. Ben je helemaal gek geworden? Persbericht! Lief persbericht! Ik pik het niet klaar. Wat moet je hier nou mee? Nou, dames en heren, houdt u thuis ook de eer aan uzelf. De uitzending is nu toch zo'n beetje aan het einde. Tijdje, draai de bommen weg. Kan mij niet schelen of het afgelopen is of niet. Luisteraars, excuus. Tot volgende week. Reclame! Reclame! Tijd voor reclame! Reclame! Jawel! Reclame!